Hey Alex, ja vrienden, ik heb het even tegen onze majesteit, tegen koning Willem-Alexander. Alex, even tussen jou en mij. Kijk me aan, wat is daar nou fout gegaan allemaal de afgelopen dagen? Goeiedag zeg. Hoe kon dat en hoe kan dat nou gebeuren? En hoe kan dat jou nou gebeuren? Want jij hebt toch ook die persconferentie gezien van Rutte. En dan zegt Rutte van, jongens, ga nou niet de randjes van de regels opzoeken. En hij bedoelt daarmee, ga niet tussen de mazen van de wet door. En hij zei, gedraag je verantwoordelijk als een realistische Nederlander. Dat zei Rutte. En toen dacht jij bij jezelf, Alex, nou weet je wat, dat doen we even niet. We gaan even, woep, met het vliegtuig op vakantie. Terwijl Rutte ook nog had gezegd, blijf zoveel mogelijk rond je eigen huis en ga zo min mogelijk op pad en reizen. Alex, en daar heb je allemaal niet naar geluisterd. Hoe kan dat nou? Er moeten mensen zijn geweest in jouw omgeving. Dat kan bijna niet anders. Die gezegd hebben, of Beatrix, of weet ik veel wie, of Rutte, en die hebben natuurlijk gezegd tegen jou, Alex, het lijkt me niet verstandig om nu op reis te gaan. En doe dat niet, want dat maakt een slechte indruk. Dus blijf thuis. Dat moet iemand in jouw omgeving hebben gezegd. Maar Alex, jij bent eigenwijs geweest. Jij hebt gewoon gedacht van, ja, hey, de hartelijke groeten. Hup, familie in het regeringsvliegtuig. En hup, stiekem ertussenuit en weg zijn we. Ja. Dat heb jij gewoon gedacht. En toen je er eindelijk was daar in Griekenland, en toen zag je die hele lawine aan kritiek, en toen dacht je bij jezelf, oh, hoe krijg ik dat zo gauw mogelijk weer stil daar in Nederland? Nou, laten we maar gauw weer omdraaien allemaal. Vliegtuig was al onderweg, wat denk je dat dat allemaal kost? Was al onderweg weer naar Schiphol, moest omdraaien, vliegtuig weer terug naar Athene, en die moest de familie weer ophalen. En weer terug naar Nederland. Ach, 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 ach. Jongens, dit is niet eens een foutje gewoon. Dit is gewoon een blunder eerste klas, Alex. En dat weet jij ook. Hoe kan dit nou? Want je hebt niet eens sorry gezegd. Je hebt alleen maar gezegd, ik breek mijn vakantie af. Want ja, we zijn eigenlijk zo geschrokken van al die reacties. Nee, je had moeten zeggen, sorry, 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 sorry. Voor deze enorme blunder. En voor het feit, Alex, dat jij totaal geen touch meer hebt met de werkelijkheid. Dat is hier aan de hand. Jij hebt totaal geen verbinding meer met het echte leven. Jij weet helemaal niet hoe Nederlanders deze hele periode ondergaan. Jij hebt geen idee. Nee. En je bent dus geen Nederlander meer met de Nederlanders. Nee, jij zit hier in je paleisje en je doet een beetje koning spelen. En dit en dit en dat. En is allemaal leuk en aardig. En jij denkt bij jezelf, nou, ik pak eens eventjes het regeringsvliegtuig en hop. En we gaan eens op vakantie. Terwijl heel Nederland, die zit op zijn kop te krabben midden in deze hele zware coronacrisis. Hoe kan het nou gebeuren, Alex, dat jij werkelijk in TGV vaart, ja, dat hele imago van de Oranjes naar de knoppen zit te helpen? Want dat is wat je aan het doen bent. Kijk uit, man. Jullie zijn populair. Want die Oranje-fans, ja, die ga je niet horen. Die praten niet weer goed. Die zeggen, ja, maar hij heeft het wel gelijk afgebroken. Dat heeft hij heel goed gedaan. Nee, hij had nooit weg mogen gaan. Daar gaat het om. Dat is waar het hier om draait. Hij had precies moeten weten in wat voor situatie Nederland zit. Alex, jij hebt geen idee hoe de gemiddelde Nederlander op dit moment zijn hoofd boven water moet houden. Ja, voor zijn gezin, voor zijn bedrijf, de angst waarin de mensen leven, het leven wat helemaal op zijn kop staat, dat is wat er aan de hand is. Ja, Alex, snap dat nou eens eventjes. Begrijp dat nou eens eventjes. En jij zou eigenlijk, zou je strafwerk moeten krijgen. Dat is wat jij zou moeten hebben. Ja, je zou eens gewoon 3 dagen lang bij zo'n horecaondernemer nu moeten gaan slapen en wonen. Ja, die niet meer weet hoe het verder moet. Die net de boel weer een klein beetje op de rails had. En hup,
Er komt weer de volgende maatregel en weer kan hij gaan sluiten. Ga daar nou eens even een paar dagen op bezoek. Of ga eens even een paar dagen wonen bij iemand die net zijn baan kwijt is geraakt door corona. Ga daar nou eens heen, Alex. Doe dat nou. En dan, als je dat gedaan hebt, Alex, word jij misschien weer Nederlander met de Nederlanders.